Hallo dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Disneycraft 145. En in 145 gaan we gewoon wat werken aan de map. We gaan een grote verandering doen. Ik ben namelijk op een gebied wat afgebouwd moet worden. Ja, en ik ben vandaag hier met een bezoeker. Eigenlijk een VIP, maar het blijft gewoon een fantastische beer. En dat is Ramon. En Ramon gaat mij helpen, want op dit terrein staan namelijk 4 blokken. En die blokken die zitten een beetje in de weg, zodat ik niet verder kan gaan met de bijzondere bezigheden hier, want ik ben namelijk het een en al aan het verbouwen. Maar Ramon, jij gaat me helpen deze blokken vernietigen, want je vond het heel leuk om te doen. Ik heb het gevraagd, ik heb een vrijwilliger gezocht en hij kwam gelijk vooraan met zijn berenklauw. Nou, Ramon, we doen als volgt. Jij gaat op dat spongeblokje staan, ja, en dan ga ik hier ook staan. Kom maar, ga maar hier op het blokje staan, hier zo, ja. Goed zo, dat blokje, ja. En dan op een gegeven moment, kijk, ik zie een glasblokje, die zal wel makkelijk weg te halen zijn, ja? Oké. Sla hem in 3, 2, 1, klik! Ja, je hebt hem goed, nice, goed gedaan Ramon. Oké, maar dat is nog niet alles, want we hebben nog steeds 3 blokjes te gaan. En hier hebben we een standstone blokje. Mag je hier op dit blokje staan, het is sponge, ja? En dan gaan we nu de volgende doen. Maar die is wel wat moeilijker om deze te kunnen slopen. Wat je moet doen, is je drukt één keer op shift, je springt, je draait een rondje en je slaat. Probeer het. Nee, nee, je hebt het niet goed gedaan, Ramon. Nee, hij wacht, probeer het. Concentratie, we gaan allemaal duimen. Dus wat je doet, is op shift, je springt en je draait een rondje en je slaat. Oké, probeer het. Ja, goed, nice, goed gedaan. Ja, tof. Het was wel pittig, maar nu wordt het nog moeilijker, want we gaan aan een goalblok. Hallo meneer de hond, hij gaat toekijken of het goed gaat. Want we hebben hier natuurlijk een honden-EHBO. En hier hebben we een jurylid aanwezig. Dit is Kermit de Kikker. En hallo jongens en meisjes, ik heb dezelfde stem als de burgemeester. Bedankt jurylid, er zijn ook wat andere toeschouwers. Maar dat zijn bezoekers, ja. En hallo jongens. Oké, Ramon. Voor het volgende blokje, sta je op het spongeblokje, is heel belangrijk. Voor het volgende blokje moet je als volgende doen. Je drukt op shift door te bukken, je springt 2 keer, je draait een rondje, je springt en je slaat. Oké? Heb je dat begrepen? Oké. Daar gaat hij, hij springt. Oké, ja, doe maar. Shift, hij springt 2 keer, hij draait een rondje en hij slaat. Wow, nice! Oké. Nou, ik ben heel benieuwd. Er zijn geen gewonden gevallen, dus EHBO, ja, nu dit blokje nog. Ja, jij krijgt er niet zomaar kapot deze, want dit is het laatste koolblokje. En dat is natuurlijk wel wat pittiger om te raken. Je moet heel goed in het midden staan van dit spongeblokje, anders gaat het niet lukken om dit blokje kapot te slaan. Oké, Ramon, ben je er klaar voor? Oké, je doet je helm erbij af, zie ik. Is dat wel verstandig? Oké, je loopt naar achter, je loopt naar voren, je springt, je shift, je loopt naar achter en naar voren en je slaat. Oké? Prima. Probeer het eens. We gaan duimen, dames en heren. Hij loopt naar achter en naar voren. Shift. Oh, wat doet hij? Nee. Dit was zeker niet goed. Oh jee. Misschien moeten we meer handen gebruiken. Kunnen jullie meedoen met Ramon? Ja? Zou je dan hier willen staan? En zou je dan hetzelfde willen doen? Oké, ik zeg wat je moet doen en dan doe je me na, oké? Want het is best wel een lastige dit keer. Je loopt naar achter, je loopt naar voren, je springt, je shift, je loopt naar achter, je loopt naar voren en je slaat. Ja? Oké, probeer het een beetje tegelijk te doen, ja? Oké. In 3, 2, 1, nu. Je loopt naar achter, je loopt naar voren, je springt, je shift, je loopt naar achter, je loopt naar voren en je slaat. Oh. Nou, de hond heeft het niet goed gedaan. Misschien moeten we wel van deze Kermit. Kermit, wil jij mee helpen met hier? Ja? Oké. Sta maar naast de beer. We gaan het nu proberen. Dit blokje moet kapot, want we kunnen niet verder bouwen. Ja, prima. Oké, daar gaan we. Misschien kan... Jongens, doen jullie ook voor de zekerheid mee dan? Ja, kom mee. Ja. Kijk, gaan jullie allemaal hier staan? Ik weet dat het niet op het blokje past, maar probeer gewoon een beetje bij elkaar in elkaar te staan. Daar gaan we in 3, 2, 1. Je loopt naar achter, je loopt naar voren, je springt, je shift, je loopt naar achter, je loopt naar voren en je slaat. Ja! Woehoe! Yes! Nou, echt heel erg bedankt voor jullie hulp, want nu kan ik verder met het gebied. Ja. Ramon, ik weet het, je bent misschien een beetje slap, maar dit was ook een heel hard blokje, want je hebt voor de rest van je... Nee, je hebt je best gedaan, Ramon. Je hebt je best gedaan voor de andere blokjes. Geen probleem, het ging hartstikke goed. Nou, zoals je ziet, is dit een verbouwing. We gaan de Wonderworld namelijk verbouwen. En hoe gaan we dat doen? We gaan
de wachtrij wat inkorten. Zoals je ziet heb ik dat al stiekem gedaan. Ik heb hier in plaats van dat het zigzaggend gaat zoals ik hier in het voorbeeld heb nog even bijgebouwd, gaat het in één lange rij naar achter toe. En ik heb expres dit veranderd naar fences. Het leek me leuker. Dus wat ik nu ga doen is even dat we deze dingen weghalen. Deze stone fences. En dat we hier dan gras voor in de plaats gaan zetten. En je ziet ook aan die bone meal die we hebben geplaatst. Of in ieder geval het gras. Waar de wachtrij precies zat. Zie je? Dus het was eigenlijk een zigzaggend blokje hier. Helemaal ging je hier en hier. Maar de wachtrij is een van de langste wachtrijen van Disneycraft. Dus het is ook wel tijd om dat een beetje in te korten. En zodoende heb ik ook alle bomen weggehaald. En die worden allemaal vervangen voor nieuwe bomen. Ja. Nou, eens even kijken. Wat hebben we hier nog meer? We hebben nog meer updates. We hebben namelijk hier de Wonderworld. Die wordt bijna 2,5 keer groter dan dat die was. De Dark Ride. Omdat het ook natuurlijk een van de eerste Dark Rides was. Is het natuurlijk fantastisch dat ook deze berg van de Pirates heel mooi aangrenst met de attractie. Want we hebben het. Dit was eigenlijk een muur. En dat hebben we nu verwerkt met het piratenthema. En zoals je ziet gaat deze berg ook helemaal verwerkt worden in de attractie. En nou wou ik dus kijken hoe ver we deze berg door laten gaan. En of we dat aan laten sluiten met dit gebied. Want dat lijkt me wel fantastisch. Dus wat ik nu ga doen is de bomen slopen. Headset users, zet je volume wat lager. Wow! Dit is altijd even hard. Ik zal hem wel wat zachter zetten voor jullie. Vooruit. Het is leuk als we dan af en toe VIP mensen hebben op Teamspeak. En ze zijn afwezig. En dan haal ik wat van die bomen weg. En ze staan er vlakbij in de buurt. Dan er komt een beer uit de boom. Dan schrikken ze zich het apenlazeres. Omdat dit zo'n hard geluid is. Dat is echt verschrikkelijk hard. Nou, ik zal het even snel weghalen allemaal. Zo. Dit halen we weg. En dit halen we allemaal weg. Zo, huppakee. En de bloemetjes en de grasdingetjes halen we weg. Weet je wat ook heel simpel en een hele makkelijke tip is? Maar als je World Edit hebt in je server. Dat is een heel simpel. Om al die grasprietjes weg te halen kost gewoon heel veel tijd. Dus wat ik meestal gewoon doe is ik zet een stone laagje. En niet getreurd als we slash undo doen. Dan komt het gras weer terug. En zo heeft hij heel het gras gemaaid. Dus je hoeft niet die maaien van zolder te halen. Met die steen kan je het gewoon oplossen. En even kijken. Ik ga dit hout met de hand weghalen. Want dit, misschien is dit gebouwtje van hout gemaakt. En die hout dan, die haalt dan ook al die dingen weg. Zo, even dit netjes maken. Aangezien deze, even kijken, dit pad gaat ook weg. Die deur, daar kan je dus niet meer doorheen. Dus daar gaan we veranderen in een deur die niet meer open en dicht kan. Omdat we ook geen putten aan de andere kant doen. Dus dan maken we gewoon een wit ijzeren deurtje voor. En dit, de taart, wilt iemand nog die taart hebben hier? Ja, eenmaal andermaal, ja? Wilt iemand de taart hebben? Jongens, eet maar, goed zo, dankjewel. Supercool. Zo, bedankt dat jullie helpen. Want jullie helpen wel een beetje met bouwen nu, dat vind ik wel fijn. Hebben jullie trouwens nog een blokje gezien in de buurt? Want die mag niet in de weg staan. Ik zie hier wel wat grasblokjes. Misschien kun je me helpen met dit weghalen. Oké, kom op. Ja. Dankjewel jongens. Zo. Bedankt. Wat een heerlijk team heb ik hier. En nou zoals je ziet, ik zal ook deze sponge weghalen. Want die zijn makkelijk om te breken. Die lukken me wel. Zo. Ja. Zo. Alsjeblieft. Nou, zoals je ziet is dit de Wonderworld. Dan moet je kijken hoeveel plek we hebben in de Wonderworld. Dus het is echt verbazingwekkend hoeveel gebied we hebben. En dan kun je nagaan dat het eigenlijk nog groter wordt. Dus dat is best wel extreem veel. Ik ga eens hier even dit van zwart maken. Want dat is het plafond. Zo. En het lijkt me leuk om dus die berg wat door te laten trekken. Dat die wat meer bij het piratengebied hoort. En die laten we ook doortrekken bij deze muur. Dus hoe ik dat ga doen is als volgt. Ik pak even de arrow tool. En wat goud. En ik pak World Edit. En voor de rest kan ik dit wel even legen. Zodat het wat handiger op mijn inventory eruit ziet. Hier een kistje zo. Dit weg en deze weg. Zo, dit is de benodigde dingen die ik heb. Ja, die heb ik altijd. Het DC-koffertje. Trouwens, ik heb mijn naam gewijzigd. Dat weten jullie. En nu heb ik 97 van de 215 achievements. Ik ben benieuwd hoeveel achievements jullie al hebben gehaald. Zoals je ziet kan ik dus dit hier zo. En dit zo. Even aanpassen naar gold. Niet schrikken. Het ziet er natuurlijk niet heel mooi uit. En dat komt zeker nog anders dadelijk. En dat doen we ook met dit. Tot hier. Nee, even kijken hoor. Tot hier. Zo. Ik weet het. Het ziet er niet mooi uit. Maar we gaan het dadelijk helemaal mooi maken. Dus wees niet bang dat het helemaal lelijk eruit gaat zien. Want ik wou namelijk de berg ongeveer. Ja, het idee was eigenlijk. Ik weet niet of het mooi eruit gaat zien. Ik werk het even snel af.
Dat is een beetje dat dan hier gaat hij dan ook door. Zo, om dit een beetje te maken als idee. Kijk, een berg die loopt dan zo. En dan, dan kan je hier ook nog wat piratenspullen of dingetjes maken. Want hier ga je nu natuurlijk het piratengebied in. En dat is natuurlijk fantastisch als het hier al een beetje gethematiseerd is in die piratenstijl. Omdat het ook aan de linkerkant is gemaakt. Dit is trouwens door Jens gemaakt. Heel erg gaaf gedaan. Echt een heel druk sfeertje, maar wel fantastisch gedetailleerd. En dat is belangrijk. Deze muur is natuurlijk ook heel lelijk. En om dat nou te verbergen met... ja, hoe zeg je dat? Ik kom niet uit mijn woord. Om dat... Snap je hem? Te verbergen, snap je hem? Ja, dat is een woordgrap, oké. Het is lelijk om die muur te zien. Dus vandaar dat we nu een berg ervan maken. Een leuk piratenbergje. Zo. En ik denk dat ik dat hier ook dan maak. Zo. En zoals je ziet zijn het best wel dik. En is dit natuurlijk echt extreem lelijk. Maar dat gaat dadelijk veranderen als we dat gaan afwerken met die arrow tool. Want die maakt het dan wat mooier en wat smoeter. Nou, zoals je ziet hebben we een beetje de basisdingetjes neergezet. Hè? Hartstikke leuk. En misschien kan ik hier ook nog wel een beetje iets neerzetten. Zodat je dat hebt. Ramon graaf ik gewoon in. Dan pakken wij de arrow tool. Dat is die hebben we al gepakt. Dan zeg ik het commando dat die moet smelten. En dan... Even kijken, dan gaan we gewoon... Oh, hij staat er iets te hoog ingesteld. Ik denk dat ik het al op 2 doe. En zoals je ziet ga ik dan die berg een klein beetje... Zo, een beetje kleineren. Ik ga jou kleineren, berg. Je bent vervelend geweest. Ik ga jou gewoon keihard kleineren. Zo. Nou, zoals je ziet ziet het er al iets beter uit dan die grote palen van Goal Blocks. Natuurlijk gaan we dat dadelijk nog aanpassen. Kijk, zoals je ziet kan ik dat hier ook nog een beetje afwerken. En het leek me leuk als je dan van de achterkant kijkt hier zo. En je kijkt dan naar het piratengebied. Dan oogt dat heel erg vet. Vooral dit stukje was open, waar ik nu naartoe vlieg. En nu zie je dus een wat van die grot, van die bomen. Of bomen niet, maar van die gebergte. Dat vind ik fantastisch. En het is natuurlijk ook tof als je dat hier ook door ziet gaan. Dat lijkt me echt wel geweldig. Misschien kunnen we dit ook nog allemaal gaan aanpassen. Maar dat komt later wel. Voor dit gebied zijn we nog even bezig met deze werkzaamheden. Nou, zoals je ziet... houden we dit huisje wel. Dat vind ik wel mooi. En kunnen we dit ook nog even weghalen met... Kunnen we dit zo weghalen met World Edit? Dat kan denk ik wel zo. Een beetje kaal allemaal. Kijk, dit is natuurlijk de beroemde paarse muur. Die hebben we gemaakt zodat mensen niet kunnen spieken eroverheen. Je kan ook niks zien als je springt. Misschien als je wat verder gaat dat je dan de gouden blokken ziet. Maar die zullen we ook gaan veranderen zo snel mogelijk. Dus het is waarschijnlijk de enige manier dat je dat in de video zag. Dat ik dat aan het passen was. Ik zou het zwart door kunnen laten trekken. Met deze darkride. Maar dan lijkt het net alsof het één groot gebied is. Dat zou ook tof zijn. Dus dit samenbrengen met de Wonderworld. Eens kijken hoor, of dat een beetje eruit ziet. Kijk. Gewoon een spontaan ideetje wat ik nu kreeg. Een spontaan ideetje. Jullie snappen denk ik wat ik wil gaan doen. Als je nou dit doet en je doet black. Kijk. En je doet dit. En ik hoop dat dat aangrenst met deze. Ik hoop dat dat even hoog is. Ja, kijk eens. Dan heb je één gebied. Dan heb je één groot langwerpig... Darkride idee. En dat is natuurlijk ook fantastisch. Want dan kunnen we... Nou, de Disney Tour zullen we waarschijnlijk niet vergroten. Maar dat zou nog eventueel kunnen. Of we kunnen de Wonderworld vergroten. Of we kunnen zelfs nog een leuk loopattractie hier inbouwen. Maar dan hebben we in ieder geval wel een fantastisch groot darkride gebied hier. Bij de Pirates en bij de Wonderworld. Want de Wonderworld is natuurlijk ook wel een hele grote darkride. Met ook een hele lege kamer aan de achterkant. Dat wist u nog niet, maar bij deze... Nou, wat zijn jullie allemaal doen, jongens? Wat zijn jullie allemaal doen? Ramon, zit je weer vast? Zit je weer vast? Ja, ik ga je een hand geven. Ja, dan moet je mijn hand pakken. Mijn eendenvinnetje. Eendenvin. Wacht, goed beet houden, hè? Oké. En, ja, hou me beet. Kom op. Nee. Oh, je viel er. Ik heb er doorheen geduwd. Oh, wacht, dan zit je waarschijnlijk eronder. Zit je? Oh, daar ben je. Gelukkig. Niks met je aan de hand. Ik ben blij toe. Nou, Ramon, ik wil je sowieso bedanken voor deze video en ook alle andere hulpjes voor het meedoen. En ik hoop dat jullie het een leuke update vonden. En we gaan sowieso leuke, hoge verwachtingen weer doen in dit gebied. Dus hou de video zeker in de gaten. We houden nog heel veel specials. En tot de volgende Disneycraft aflevering. Doei doei!